Welkom bij deze nieuwe video. In mijn vorige Spanje vlog hebben jullie gezien dat ik ben gegaan naar Sephora. En ik heb daar een heleboel make-up gekocht. Al die make-up heb ik ook laten zien in die video. En in deze video ga ik al die make-up aanbrengen en testen. Ik heb nog helemaal niks gebruikt hiervan. Alles is nog gewoon hier helemaal nieuw in de tas. En ik ben echt heel benieuwd, want ik heb echt van alles. Ik heb ook een maskertje. Ik heb Rare Beauty, Fenty Beauty, Milk, Charlotte, Urban Decay. Echt gewoon van alles, jongens. Ik heb echt best wel veel gekocht. Ook gewoon van het Sephora huismerk. En dat wil ik vandaag allemaal gaan aanbrengen. Want ik moet me sowieso opmaken vandaag voor de dag. Dus ik dacht, ik ga vandaag samen met jullie al deze nieuwe make-up testen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze testvideo. Oké, ik heb dus weer geen haarband. Dus ik ga even mijn haren weer zo heel lelijk achter mijn oren doen. Echt niet mooi, maar oké. Ik heb ook al een video geplaatst over mijn everyday make-up look die ik hier maak in Spanje op vakantie. Dus als je die video hebt gemist, ga die ook eventjes bekijken na deze video. Even kijken, ik denk dat ik gewoon vandaag ga beginnen met skincare. Ik heb dit een maskertje gehaald van het Sephora huismerk. Ze hadden echt een heleboel maskers in allemaal van dit soort felle, leuke, vrolijke kleurtjes. I loved it. En ik ben gegaan voor dit Mango Vitamine B6 masker. En je hoeft er maar 5 minuten op te doen. Dat is echt ideaal. En het zijn 95% natuurlijke ingrediënten. Ik weet helemaal niet wat dit zou moeten doen. Even lezen. Oké, het zou gewoon echt mijn huid moeten voeden en hydrateren. Nou, laten we gewoon gaan opdoen. Een 5 minuten masker is echt ideaal. Zo even snel voor je make-up. Oeh, hij ruikt echt naar mango. Dit is hem. Dit is mijn tweede masker die ik opdoe van hier. En het valt me op dat de maskers hier echt natter zijn dan bij ons. Deze is ook echt weer super duper nat. En dan moet je hem gewoon zo op je gezicht aanbrengen. Jongens, hij ruikt echt heerlijk. 5 minutes later. Daar ben ik weer. Hij mag eraf. En dan hoef je het er niet af te wassen. Je moet het gewoon zo verder insmeren in je gezicht. Echt, het is zo nat. Ik trek het ook door naar mijn nek. Dan kan die ook een beetje worden gevoed. Ik vind het altijd best wel fijn om een masker aan te brengen voor mijn make-up. Want dan is mijn gezicht echt topnotch geprept. Jullie hebben in een van mijn eerste vlogs gezien dat mijn lipscrub is opgegaan. Dus ik heb een andere gehaald. Ik heb van Fenty Beauty hun lipscrub gehaald. Ik heb een beetje spijt dat ik de lipbalm niet heb gehaald. Maar oké, ik heb wel de lipscrub. De Fenty Beauty Pro Kisser Lip Loving Scrub Stick. Dus laten we het gaan proberen. Ik heb nog nooit een dure lipscrub gebruikt, want ik vind het altijd onzin. Ik wil altijd gewoon 2 euro betalen voor een lipscrub. Maar ik dacht, weet je, ik moet er eentje hebben nou. Ik ben in Sephora. Laten we hem gewoon halen. Dit is dan hoe hij eruit ziet. Gewoon de Fenty Beauty verpakkingen die we gewend zijn. En dan is dit de scrub. Hij lijkt op de scrub van Elf. Die ziet er ook een beetje zo uit. Laten we kijken of het echt het bedrag waard is en of het echt beter is dan een lipscrub van 2 euro. Hij ruikt best wel lekker. Ik vind lipscrub heel belangrijk. Ik heb hele droge lippen, dus ik scrub mijn lippen echt elke dag. Is het nou echt beter dan een 2 euro lipscrub? Niet per se echt. Het enige wat wel beter is aan deze, wat me gelijk opvalt, is dat het ook mijn lippen echt een beetje voedt. Ik voel dat mijn lippen een beetje worden gevoed terwijl ik scrub, waardoor ze niet helemaal kapot gaan. En dat gebeurt af en toe met een 3 euro lipscrub wel. Dus dat is wel echt iets wat ik beter vind aan deze. Dan is het tijd voor lipbalm. Ik gebruik altijd deze. Deze heb ik ook toevallig hier gehaald, omdat ook mijn lipbalm was opgegaan. Maar deze is ook gewoon te halen bij ons. Deze heb ik ook gewoon thuis. Dit is echt een van de fijnste lipbalmpjes ever. Oké, dat is gedaan. Nou is het tijd voor mijn wenkies. Die ga ik heel eventjes heel snel doen. 1, 2, 3. Klaar. Ging het maar zo snel, jongens. Ik heb mijn wenkies gedaan. Dagcreme, zonnebrandcreme en primer. Dus we kunnen nu helemaal gaan beginnen aan de make-up look. Als je wilt weten wat ik hiervoor allemaal gebruik, bekijk even mijn andere make-up video. Oké, nou ga ik beginnen aan foundation. Ik heb een nieuwe hier gehaald. Alleen die heb ik niet gehaald bij Sephora. Ik heb deze gehaald. Die hebben jullie gezien in vlog 1. Heb ik gewoon gehaald in een random make-up winkel hier van L'Oreal. De Nude Serum Foundation. Deze had ik gehaald omdat hij zo was overhyped op online. Iedereen vindt hem echt geweldig. En ik heb hem al een aantal keer gebruikt. Sterker nog, ik heb hem hier bijna elke dag gebruikt. Ik heb hem gewoon gekozen boven alle andere foundations die ik bij heb. Omdat hij een lichte tot medium dekking heeft. Super mooi glowy, natural effect heeft. Echt ideaal voor als je in een zonnig gebied bent als hier. Maar ook gewoon in ons land. Als je er gewoon jong en fris uit wilt zien, is dit echt een perfecte foundation voor jou. En I love it. Ik heb hem in de kleur medium tan. 5-6 medium tan. En ik vind hem echt al geweldig sinds
sinds ik hem hier heb. Dus ik vind hem ook echt de hype waard. Wat ik doe is dat ik gewoon letterlijk een beetje zo op mijn gezicht smeer. Je moet het zo druppelen, maar dat doe ik niet eens omdat er al zoveel gewoon hierop zit. Hij is super duper waterig. En dan gewoon zo inblenden met mijn spons. Hij blendt super snel en makkelijk in. Ik vind hem echt geweldig. En de kleur is echt perfect met mij. Nou, ik ben echt super bruin geworden hier. Ik ben heel vaak naar het strand geweest, et cetera. Dus hij matcht nou echt perfect met mij. Zie je dit? Fantastisch. Wat mij ook echt opviel bij Sephora is dat ik super veel cadeautjes erbij kreeg. Ik heb dit gehad, dit. Wenkbrauwpotlood met een te lichte kleur voor mij van Benefit. Deze mini mascara van Urban Decay. Dit heb ik er gewoon allemaal gratis bij gehad. Oh, hier ook deze mini lipstick ook van Urban Decay. Kijk hoeveel je gewoon gratis erbij krijgt. Nederland could never. KVD Vegan Beauty heb ik hun nieuwe lightweight full coverage Good Apple concealer gehaald. De Good Apple lijn van hun is zo overhyped. Dus ik dacht, ik ga deze halen. Ik heb hem in de kleur medium 141. Dus laten we het proberen. Oeh, kijk dit. Hun verpakkingen zijn altijd zo gothic-achtig. Voor de mensen die het nog niet weten, deze make-up lijn was ooit van Kat Von D, maar het is niet meer. Zij heeft hem verkocht of whatever, dus hij is niet meer van haar. Het is gewoon nou gewoon een ja, make-up lijn die niet echt van iemand is of zo. Dus dan weet je dat. Oké, laten we het gaan proberen. Er staat op de verpakking dat het lichtgewicht volledig dekkende concealer is. Dus hij moet volledig dekken zonder zwaar te voelen op je gezicht. Ik ben benieuwd. Oeh, kijk deze applicator. Beetje een aparte applicator. Ik ga stuk. Oké, nou laten we het proberen. Oeh, de kleur is een klein beetje licht, maar het is oké, denk ik. Ik weet niet hoeveel ik hiervan moet aanbrengen, dus ik doe maar gewoon wat. Ik breng hier sowieso wat minder make-up aan dan normaal, omdat het hier zo ontzettend heet is en ik niet wil dat mijn hele make-up eraf smelt. Een beetje op de kin, voorhoofd en een lijn op mijn neus. Het valt al wel gelijk op dat het heel snel opdroogt. Dus je moet een beetje snel werken. Het heeft inderdaad echt een volledige dekking. I like it. De kleur is ook echt perfect. Een goede gele ondertoon. Dat is goed voor mijn huidskleur. Alleen wat me wel opvalt is dat het niet echt een goede match is met deze. Want deze is echt volledig dekking. Iets dikker en iets matter dan deze. Dus ik zou ze persoonlijk niet samen gebruiken. Ik zou met deze gewoon een concealer gebruiken met een medium dekking. Die ook een beetje glowy is. Maar voor de rest is hij wel gewoon mooi. Dan, ik heb geen nieuwe poeder gekocht. Dus ik gebruik gewoon mijn poeder die ik altijd gebruik van Laura Mercier. En die breng ik alleen maar een beetje hier aan. Want ik ga ook nog in met een liquid blush. Ik zeg je eerlijk, deze concealer hoef je niet eens per se vast te lokken met poeder. Want hij lokte echt best wel gewoon goed vast van zichzelf. Maar ja, toch doe ik dat wel altijd gewoon een klein beetje. Dan een van mijn fave merken, of ja, denk ik, waar ik gewoon het meest benieuwd naar ben. En dat is Rare Beauty van Selena Gomez. Jullie hebben mij zo vaak gevraagd om dit merk te testen, maar het is helaas niet te koop bij ons. Dus toen ik het zag bij Sephora, ik heb superveel producten ervan gehaald. Een van de producten van dit merk dat echt is overhyped is de Liquid Blush. Dus ik dacht, die moet ik halen. Ik heb nou al in zoveel video's gehoord hoe geweldig de Liquid Blush is van Rare Beauty. Dus ik heb er eentje gehaald in de kleur Hope. Ik moet zeggen, de kleuren die ze daar hadden waren niet per se allemaal een match met mij, maar ik heb gewoon ja, de beste match waarvan ik denk dat hij het beste gaat matchen met mijn huidskleur gehaald. En dat is dus Hope. Kijk deze verpakking, hoe mooi. I love it met zo dit hierop. Super mooie kleur, een beetje roze gekleurd. En dit is de Soft Pinch Dewy Liquid Blush. Dit is hoe de applicator eruit ziet. Ik denk gewoon zo een paar stipjes, gewoon zo. Breng niet te veel aan. Eerst even kijken hoeveel je hiervan nodig hebt, zeg maar. Ik heb nu gewoon dit aangebracht en dan inblenden met de andere kant van mijn spons. Oeh, het blendt super makkelijk in. Oh, de kleur is ook mooi. Heel mooi roze. Oh my gosh. Ik denk dat ik gewoon nu al de hype begrijp. Ze blenden echt belachelijk makkelijk in. Wow, een heel mooi natural effect. Heel mooi dewy. Beetje glanzend. Een glanzende blush. Dit is echt heel mooi. Ik ga gewoon iets meer aanbrengen. Ik moet zeggen dat je niet per se meer hoeft aan te brengen, maar ik vind dat gewoon mooi en ik wil ook gewoon zien hoe het een beetje zeg maar opbouwt. Wauw, dit is echt heel mooi. Het blendt ook echt helemaal in de huid. Ik snap nu echt waarom iedereen deze liquid blushes zo geweldig vindt. Oké, godzijdank is de kleur ook wel gewoon oké voor mij. Nu ga ik nog eventjes wat meer poeder aanbrengen. Gewoon overal waar ik concealer heb aangebracht. Dit is ook een beetje op mijn kin. Want het is hier echt warm, dus poeder is wel ja, nodig. Een beetje nog hier zo. En that's it. Gewoon een beetje mijn gezicht zetten.
Oké, ik ga even mijn gezicht afmaken, want voor de rest heb ik niks nieuws, dus ik kom zo terug. Daar ben ik weer. Ik heb mijn neus gecontourd en een beetje bronzer aangebracht. En that's it eigenlijk. Oké, het is tijd voor de ogen. Ik ga beginnen aan de ogen. Ik had een eyeliner erbij, maar die is opgegaan. Mijn fave eyeliner pen is opgegaan. En dat was deze Kyliner van Kylie Cosmetics. Hij is letterlijk hier opgegaan op dag 2 of zo. Dus ik moest een nieuwe hebben. Dus ook van Rare Beauty heb ik hun eyeliner pen gehaald. Dit is de Rare Beauty Perfect Strokes Eyeliner Liquid Matte in de kleur black. Ook weer prachtige verpakking. Heel mooi zo. En dan is dit hoe de pen eruit ziet. Ik ben benieuwd. Is hij goed zwart? Oeh, hij maakt hele dunne strokes, zeg maar. Zie je dit? Hij voelt een beetje apart aan. Als ik er zo naar kijk, had hij wel iets zwarter gekund. Maar we gaan het gewoon proberen. Oké, aangebracht. Hij is echt super duper makkelijk in gebruik. Als je een beginner bent, ga je hem echt geweldig vinden. Want hij is niet zo nattig. En hij brengt echt heel makkelijk aan. Alleen ja, wat ik al door had bij de swatches. Hij had echt wel iets zwarter gekund. Hij is niet zo zwart als dat ik gewend ben. Maar voor de rest brengt hij wel gewoon goed aan. En ja, nogmaals, echt heel makkelijk in gebruik. Even kijken, dan heb ik ook een nieuwe mascara van Milk. Ik hou van Milk. Ik heb ook de Milk Primer. Deze, die heb ik ook gehaald bij deze Sephora hier ongeveer 2 jaar terug of zo. Ik heb hem ook weer gewoon hierbij. Deze gaat er echt voor zorgen dat je make-up de hele dag goed blijft zitten. En ik dacht, ik ga nou ook hun mascara halen. En dan de waterproof versie. Want ja, het is hier warm. Ik ga naar het strand, et cetera. Dus leek mij waterproof wel handig. Dit is de Kash mascara. En dan dus de waterproof versie. Hij is weer heel groot. Al hun verpakkingen en make-up en zo is altijd zo heel bulky, heel groot. Ik ben hem gewoon helemaal kapot aan het scheuren om hem open te maken. Ik denk niet dat het zo moet, maar oké. Oké, dit is hem dan. Heel groot en blauw. Hij is echt best wel zwaar. Dit is dan hoe hij eruit ziet. Ik moet eerlijk bekennen, als ik er zo naar kijk, denk ik niet echt dat het echt geweldig gaat zijn. Maar laten we het gewoon proberen. Hij kost wel echt wat. Dus he better be good. Deze mascara is echt slecht. Het is nog slechter dan dat ik had verwacht. Het geeft ook echt amper lengte. Gewoon letterlijk nul lengte. Nee, wat is dit? Het kost me ook echt super veel laagjes om een beetje volume te creëren. Nee, het voelt echt alsof je letterlijk niks doet voor mijn wimpers. En vooral lengte vind ik altijd heel belangrijk, want ik heb echt korte wimpers. Dus ik heb altijd veel lengte nodig, maar dit, nee, stop it. Het is echt heel slecht. Dan ga ik verder met een van de meer goedkopere producten die ik heb gehaald. En dat is deze highlighter van de Sephora collectie. Je had ze daar gewoon zo open staan. En ik had hem gewoon zo voor de lol geswatcht. En ik was in shock. Deze zag er zo mooi uit op de swatch. Dus ik dacht, ik ga hem proberen. Ik heb hem in de kleur Delicate Glow 01. We gaan hem aanbrengen. Ik hou altijd wel van een mooie, goede glow. Oeh. Kijk hoe mooi. Stop it. Dit is echt super duper mooi. En ook hoe het helemaal zo insmelt in de huid. Heel erg mooi. Vooral voor die wat lagere prijs. Ja, jongens. Fantastisch. Echt, echt heel mooi. I love it. Ik word altijd zo enthousiast van goede betaalbare make-up. Dan heb ik ook een aantal dingen voor de lippen. Ik heb hier 3 dingen. Ik ga beginnen met deze combo die ik heb gecreëerd in mijn hoofd. Ik heb hier een lippotloodje van Charlotte Tilbury. Deze heb ik al in een andere kleur. En haar lippotloodjes zijn echt heel fijn. Ik heb de kleur Foxy Brown. Want ik was op zoek naar een goede bruine nude-achtige lippotloodje voor mij. Dit is dan hoe die eruit ziet. En ik zal even de kleur swatchen. Een hele mooie bruine kleur. Kijk. Dat gaat nou echt heel mooi staan. Ook met mijn gebruinde huidskleur nu. En ik wilde die combineren met... Waar ligt het nou? Ik raak ook gewoon echt altijd alles hier kwijt. Deze lipgloss. Ook van KVD Vegan Beauty. In de kleur Camellia of zoiets. 10. Camellia 10. Is echt een prachtige nude gloss. Jullie gaan zien. Dit is hoe die eruit ziet. Weer een hele, ja, echte KVD Beauty-achtige verpakking. Maar dan nu in het wit in plaats zwart. En het is zo'n mooie nude kleur. Kijk even dit. Perfecte nude. Dus ik dacht, ik ga deze combineren met deze en kijken wat er gebeurt. Super mooi. Kijk even dit. Het lippotloodje is echt heel creamy, maar dat wist ik al. Deze zijn echt geweldig. Dit product was echt iets nieuws voor mij. Hij ruikt echt super lekker. En hij heeft best wel wat pigment en brengt een beetje dikkiger aan, maar niet plakkerig. Hij plakt totaal niet. Kijk.
echt nul plak. En het lokt ook echt vast op mijn lippen, zeg maar. Het is niet echt een hele glossy gloss, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is bijna gewoon een balmachtige gloss. Heel mooi. Ik denk dat dit ook echt heel goed zou blijven zitten op de lippen heel lang. Helaas ga ik hem er nou wel afhalen, want ik heb ook deze mini set van Rare Beauty. Dit zijn hun matte lip creams. En deze kleur in het rood had ik dus gepakt in het groot. Die was iets van 25 euro of zo. En toen zag ik deze mini set voor precies die prijs, maar dan had ik twee kleuren. Dus ik dacht, dan kan ik beter deze set halen. Maar de kleur die ik dus origineel wilde was deze rode. Maar nu heb ik ook deze erbij. Deze is een beetje paarsachtig. Dit zijn de kleuren Inspire en Fearless. Laten we ze gaan proberen. Het is dus mat. Oh my gosh, so cute. Kijk even hoe cute het is. I love it. De kleur in het rood heet Inspire. En deze is Fearless. Gewoon een normale applicator. En het is dus mat soufflé. Dus dat gaat een beetje slagroomachtige formule zijn. Oeh, die andere kleur is ook heel mooi. Oké, ik vind het er wel mooi uitzien. Ik ga de rode kleur proberen. Mensen, deze lipgloss is echt vastgelokt op mijn lippen. Wow, lipglossjes gaan er altijd echt best wel snel van af. Maar ik voel gewoon dat deze echt goed gaat blijven zitten. Wat een aparte formule voor een gloss. I like it. Oké, het heeft niet heel veel pigment. Het is een rood met een beetje een oranje ondertoon. Het is echt zo'n mousse formule. Ik noem altijd mousse slagroom. En omdat het niet heel veel dekking heeft, is het een beetje een meer een naturel effect ofzo. Dat vind ik wel iets hebben. Het voelt ook heel licht aan op de lippen. Heel zacht, heel licht. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Ik vind dat het mijn lippen er een beetje droog uit laat zien. Nog droger dan dat ze al zijn. Nee, ik vind het niet mooi. Ik zie gewoon hoe het aan het opbreken is op mijn lippen. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien op beeld. Want ik ga even mijn phone erbij halen. Want die laat altijd heel goed alles zien. Kijk, zie je hoe droog het ligt op mijn lippen. En hoe het gewoon basically er gewoon helemaal aan het afbreken is. En het helemaal niet mooi egaal is. Nee, ik vind het niet mooi. Het is echt veel te droog op mijn lippen. Oké, ondanks dat ik er niks vind, wil ik toch wel ook die andere kleur proberen. Deze kleur is mooier dan dat ik had verwacht. Het is op mijn huidskleur een beetje een nude of zo. Ook deze is weer zo mousseachtig. Voelt ook weer heel lichtgewicht en zacht aan op de lippen. Ik laat hem nog eerst een beetje inwerken. Ik moet zeggen dat deze iets minder breekt als die andere. Deze is wat minder droog op mijn lippen of zo. Maar dat kan er ook aan liggen dat deze lipkleur meer lijkt op mijn echte lipkleur en op mijn huidskleur. Dan valt het ook wat minder op. Terwijl die andere kleur is weer juist heel fel. Ja, deze is echt een stuk beter op mij. Ik vind hem ook wel gewoon echt heel mooi. Zo niet verwacht. Ik ging echt totaal voor die rode kleur. Ja, deze ziet er echt een stuk beter uit. Oké, niet verwacht, maar goed. Ik denk dat dat het was. Het is helemaal leeg, jongens. Nou mensen, dit was het dan. Wat vinden we van de make-up look? Ik vind dat het echt super duper mooi is geworden. I love it. Maar eerlijk gezegd had ik ook echt niks anders verwacht. Het ging best wel goed. De enige twee producten die ik echt niet aanraad is deze waterproof milk mascara. Deze vind ik echt helemaal niks. Doet niks voor de wimpers. En deze lipmousse van Rare Beauty. En dan specifiek deze kleur. Deze was echt niet mooi. Deze kleur die ik nou op heb, vind ik nog steeds echt gewoon heel mooi. En voelt echt alsof ik niks heb op mijn lippen. Maar deze kleur, ik weet niet wat het is, maar deze vond ik niks. Dus deze echt een faal. Dus ik ben echt heel blij met hoe het vandaag is gegaan. Mocht je ooit hier belanden in Alicante, dan zou ik zeker eventjes naar Sephora gaan. Hij is niet heel groot, maar je kunt er best wel gewoon wat vinden. En de mensen daar waren ook super vriendelijk. Spreken ook gewoon Engels. En waren echt super duper behulpzaam. So yeah, I love it. Ik hoop zoals altijd dat jullie deze video weer leuk vonden. Hierna komt er gewoon weer een vlog. Volgens mij nog twee vlogs of zo. Eén of twee vlogs, I'm not sure. En ik hoop ook oprecht dat jullie aan het genieten zijn van mijn Spanje vlogs. Ik vind het echt heel leuk om dit te doen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!